Hey, sportfanaten. Van harte welkom bij deze livestream van het Montessori College in Nijmegen-Groesbeek. En dat jullie ongeduldig zijn, dat is mij duidelijk geworden, want we hadden net een andere presentatie over cultuur. Was in het rooster iets misschien niet 100% duidelijk, dus jullie waren al super fanatiek in de chat bezig om te vragen wanneer begint het en wanneer begint het en het begint nu. We gaan jullie straks vertellen waarom wij op deze school niet alleen aan sport doen, maar ook aan extra sport en hoe dat zit. Nou, dit is een livestream. Dat betekent dat je terwijl je kijkt in de chat je vragen kunt stellen. Heb je nou bijzondere vragen die echt over jou gaan? Stuur ze dan naar info@montessoricollege. Dan hebben we iets meer tijd om daarna te kijken. Het is live. Het is voor ons nieuw en ook spannend. Dus gaat er iets mis? Gaat er iets met de techniek mis of zo? Gun ons een beetje tijd. Uiteindelijk is het zo dat alles wat je fout doet, fouten zijn gewoon lesmateriaal. Veel plezier jongens, het komt eraan, sport. Zo. Goedemiddag, welkom. Mijn naam is Tobias Peperkamp en ik ben gymdocent op het Montessori College. Goedemiddag, mijn naam is Roel van der Vieren en ik ben ook gymdocent op het Montessori. En wij nemen jullie vanmiddag mee in een webinar over sport op het Montessori College. En we starten zometeen eerst met een film over alles wat wij doen. En vervolgens gaan wij gerichter in op sportspecialisatie, de extra uren sport. En daarna is er nog tijd en ruimte voor vragen. Wij vinden gezondheid heel erg belangrijk. En dan gezondheid dan ook echt in de brede zin van het woord. Want we willen graag verantwoorde, gezonde burgers afleveren. Nou, ze hebben daar verschillende onderdelen in. En natuurlijk sport en bewegen is daar een heel belangrijk onderdeel hier. Voeding, maar ook over hoe ga je om met alcohol, met drugs. Al dat soort thema's zitten eigenlijk bij ons allemaal verankerd in de les. Gewoon in onze lessen. En eigenlijk ook, ik heb dat laatst al eens een keertje gezegd, ook in ons DNA, zoals we dat dan noemen. Een aantal jaar geleden zijn we echt ook heel actief geworden met sport en bewegen echt op de kaart te zetten. Maar van daaruit kwam eigenlijk weer het plan van, nou, eigenlijk moeten we ervoor zijn dat je een leven lang beweegt. Dus laat kinderen iets zoeken, vinden wat bij ze past. Dat als ze 14, 15 worden, niet allemaal naar de Albert Heijn vakken gaan vullen, maar ook die sport blijven doen. Als we kijken naar het aantal lesuren dat we aanbieden, dan hebben we een verdeling gemaakt in VMBO en HAVO-VWO. Eén keer in de week zitten die kinderen gemixt door elkaar heen. Maar de andere keer zitten ze op niveau bij elkaar, dus of op HAVO of op VMBO of op VWO. En in de VMBO-lessen hebben we extra lessen in het leven geroepen, omdat we vinden dat de kinderen in het VMBO, en ook zien dat kinderen in het VMBO vaak minder bewegen. Het bijzondere wat wij aanbieden in onze lessen LO is een LON-les, zoals we dat noemen, een les op niveau. En wat wij daar doen is, wij testen alle kinderen door middel van een KTK-test, een Körper-test in samenwerking met de HAN. En die test die geeft een motorische uitslag voor een kind en afhankelijk van zijn uitslag wordt die op hetzelfde niveau ingedeeld als andere leerlingen die op datzelfde niveau zitten, zodat de groepen veel dichter bij elkaar komen op motorisch vlak. En we ook daadwerkelijk een gericht programma kunnen aanbieden voor die kinderen om zich te ontwikkelen. Bij ons op school hebben we studenten van de PMT hier rondlopen. En dat staat voor de psychomotorische therapie. En zij kunnen extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. De studenten van PMT gaan de gymzaal in samen met de leerling. En daar gaan ze door middel van allerlei bewegingsopdrachten werken aan de hulpvraag. Om een stukje meer zelfvertrouwen te krijgen, om sterker te staan, om vertrouwen te krijgen in zichzelf. En nou ja, dat werkt, dat werpt ook echt zijn vruchten af. En de leerling wordt daardoor sterker en weerbaarder. En nou, in de gymzaal hebben we daar de perfecte ruimte en de materialen voor om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb het project Iedereen in Beweging opgestart op het Montessori College. Dat betekent dat ik kinderen lesgeef persoonlijk en naar behoefte van het kind. Een kind kan een beperking hebben. Net als met Justin heb ik hem longboarden aangeleerd.
Hij had DCD, dat is een evenwichtstoornis. Door dat eigenlijk te tackelen met longboarden is hij beter in zijn balans. En heeft hij een hele leuke nieuwe sport ontdekt wat hij anders tijdens de normale gym niet kan. Aandachtstraining, dat zegt het woord eigenlijk al. Dat is echt trainen in aandacht. Wat kun je zelf doen om rustiger te worden door gewoon naar je ademhaling te gaan? Om je voeten op de grond te voelen. Wat yoga oefeningen, wat beweegdingen. Eigenlijk allerlei dingen waar ze zo mee in aanraking komen. Die er te laten zijn. Er geen oordeel over hebben. Mild naar de klasgenoten kunnen worden. Van, goh, heeft hij dat ook? Kan hij zich ook moeilijk concentreren? Dat kan, dat mag er zijn. Maar weet ook dat je daar invloed op kunt hebben. In samenwerking met het Montessori College in Nijmegen probeer ik leerlingen aan het sporten te krijgen en aan het sporten te houden. Door verenigingen te koppelen aan de middelbare school, om zo de overstap naar de vereniging kleiner te maken. En zo zijn we ook bezig met de aanleg van een beweegparcours hier rondom de school. En proberen we op allerlei manieren dat beweegparcours interessant te maken voor jong en oud. Naast de gewone gymlessen op school en de longlessen bieden we ook een naschoolsport aan. Dat doen we onder andere door middel van Olympic Moves. Want daar zorgen we voor dat de kinderen lekker actief mee aan de slag gaan. En heel vaak doen we dat in samenwerking met de omgeving. We hebben een hele mooie omgeving. En in die hele mooie omgeving hebben we ook een voetbalclub zitten. En we hebben een tafeltennisclub zitten. En we hebben een turnclub zoals je in de turnhal ziet zitten. En we proberen leerlingen ook daadwerkelijk bij die clubs actief te krijgen. Die sportmogelijkheden bieden we ook nog de sportspecialisatie aan. Waar juist kinderen heel breed worden neergezet, ook in klas 3 en 4. En waar we ook heel veel naar de vereniging toe gaan, omdat die kinderen ook al wat meer kunnen travelen. Zorgen we ervoor dat we bijvoorbeeld naar een beachfabriek gaan om te beachvolleyballen. Dat we bijvoorbeeld naar een skatepark gaan om te skaten. En zo proberen we zeg maar alle mogelijke sportaanbieders in Nijmegen en omgeving daadwerkelijk te betrekken bij de school. Je kan hier op school aan sport eigenlijk heel veel doen. Je hebt normaal eigenlijk twee of drie lessen in de week gewoon sowieso gym. En dan kan je daarna ook nog kiezen of je sportspecialisatie wil. Ik vind dat erg leuk omdat ik sporten sowieso heel erg leuk vind. En je zit dan met een groep mensen die allemaal het sporten heel erg leuk vinden. En daardoor wordt het niveau hoger, het is fanatieker. Ja, het is gewoon allemaal net iets leuker dan met je eigen klas. Want dan zijn er ook gewoon mensen die bewegen eigenlijk helemaal niet zo heel leuk vinden. En die doen dan eigenlijk ook niet echt mee. En bij sportspecialisatie doet iedereen gewoon leuk mee. Toen ik zelf op zoek was naar een school, toen kwamen we erachter dus dat Montessori hier heel actief in was. En ook altijd aan die Mission Olympic wedstrijden meedeed en andere sportevenementen meedeed. Dat is voor mij ook wel gewoon een reden geweest om hier naar school te gaan. Wij hebben meegedaan aan Olympic Moves en via daar zijn we dus geplaatst voor het WK scholierenveldloop in Frankrijk in Parijs. Dat was echt een hele vette ervaring met het team. En daarvoor hebben we ook de mogelijkheid gekregen om hier in Nijmegen bij een topsport hardloopteam om daar mee te mogen trainen. Dus dat we goed voorbereid zo naar dat WK konden. En weet je, dat was een week van sport en ook van cultuur en andere mensen leren kennen. Dat was echt een hele vette ervaring. En dat is heel mooi dat we daar via school zo aan mee kunnen doen. Want dat is niet iets wat zomaar even gaat. Er gaat heel veel organisatie en tijd in. En dat doen ze via school heel actief. Wij organiseren pauzesport omdat wij kinderen graag willen laten bewegen. En het liefst in een ongedwongen sfeer. Wij hebben daar allerlei mogelijkheden voor, zoals je ook kunt zien. We proberen niet alleen de kinderen actief te krijgen, maar ook onze collega's. Dat doen we met Montisport, zoals wij dat noemen, personeelsport. En mensen die aan personeelsport doen, die kunnen ervoor kiezen om bedrijfsfitness te doen. Maar ook via op school kunnen zij kiezen voor hardlopen, voor yoga, voor fitnessachtige, boksachtige activiteiten. En zij kunnen een programma krijgen waar zij voeding en trainingsschema's krijgen van ons. Naast de vele activiteiten die we al doen, hebben we ook een aantal activiteiten in ontwikkeling. En één daarvan is de actieve leefstijl van de kinderen. We zien natuurlijk de hele dag zitten
En we proberen ze ook daadwerkelijk op een actieve zitplek te krijgen of een actieve werkplek te krijgen. En we ze zo ook daadwerkelijk actief betrokken hebben gedurende de hele week. Wat ik zelf heel mooi vind, dat we dat steeds meer schoolbreed gaan doen. Dus ook schoolbreed hebben we sportspecialisatie, waarbij kinderen van de HVWO samen sporten met kinderen van het VMBO. Als we toernooien hebben landelijk, dan trekken we daar ook gezamenlijk in op. Dus het is echt een campus wat we hier gecreëerd hebben, waarbij sport ook een middel tot verbinding is en ook wat meer bijdraagt, en denk ik ook aan kansenongelijkheid, aan de leuke bijvangsten. Dat je ook in elkaars werelden komt en ook echt met elkaar samenwerkt, samen sport. Nou, en daar leren ze ook altijd weer heel erg veel dingetjes van en met elkaar. Nou, zoals jullie konden zien, doen we ontzettend veel aan sport en is er ontzettend veel mogelijk. Nu gaan we inzoomen gericht op sportspecialisatie, het keuzeuur sport. En om te beginnen kunnen alle leerlingen van het Montessori College kiezen voor sportspecialisatie. Van AVRA tot VMBO, HVWO, alle leerlingen. Nou, wanneer moet je nou kiezen voor sportspecialisatie? Dit moet je vooral doen als je het leuk vindt om te bewegen, als je het leuk vindt om samen te werken, als je sociaal bent en sport als middel wil gebruiken om eigenlijk samen te komen en samen te bewegen. Hoe ziet het eruit? Je hebt 2 uur extra sportspecialisatie in de week. Dit valt vaak in een KWT-uur, dat is vaak het 3e uur, dat is het midden op de dag, en het 6e uur. Dus naast de 2 uur regulier LO heb je dus ook nog 2 uur sportspecialisatie. De opbouw daarvan is eerste en tweedejaars die zijn bezig met verdiepingslessen. Gericht op spelregels, maar ook al zelf voor de groep staan. En het derde ben je vooral bezig met organiseren. Dus dan kom je veel meer in de rol van organisator en ben je bezig om dingen voor te bereiden. Nou, wat je nu voor je ziet is het programma van klas 1. Zoals je ziet, zie je ontzettend veel verschillende activiteiten. Een heel aantal sporten zijn binnen, maar er zijn ook een aantal sporten buiten, op de voetbalvelden, hiernaast, in de buurt. Het zijn allemaal nieuwe onderdelen en onderdelen die je eigenlijk niet doet in de gymles. Roel, kan jij vertellen wat jij het leukste onderdeel vindt? Ja, er zijn natuurlijk heel veel sporten die je eigenlijk niet op school kan doen, maar een andere omgeving bij nodig hebt, waaronder bijvoorbeeld beachvolleybal. Ik ben de afgelopen tijd met een beachfabriek geweest, waar ik 3 hele toffe lessen heb gehad met leerlingen in een andere omgeving. Dus vaak vinden de leerlingen het super tof om te doen. Mag ik ook een vraag stellen? Want ik zie daar onderaan rechts futsal staan. Ja, futsal. Wat is dat dan? Dat is eigenlijk voetbal, alleen dan in de zaal. Dus je speelt het met een andere bal. Dus er zijn een aantal dingen, bijvoorbeeld spelregels, die wat anders zijn dan een normaal potje voetbal. Is dat Zweeds of zo, of Scandinavisch? Voetbal, volgens mij komt het uit Zuid-Amerika. Ja. Maar daar ben je dus mee bezig. Dus er zijn eigenlijk sporten die in reguliere les niet echt aan bod komen. Maar dus echt de verdieping in bepaalde andere sporten, waaronder dus het lijstje wat je hier kunt zien. Nou, we hebben weer een aantal wist-je-datjes. En we lichten er 2 uit. En de eerste is eigenlijk dat het soms best pittig kan zijn als je vanuit de basisschool komt en naar het voortgezet onderwijs gaat. En daarom kan je bij ons, zeker als je thuis buiten de school ook nog veel sport en hier op school ook veel gaat sporten, daarom kan je tot de herfstvakantie proberen of sportspecialisatie wat voor jou is. En na de herfstvakantie wordt het pas definitief. Dus je kan in het begin altijd even proberen. Nou, wat we dus ook buiten lessen hebben, zijn veel toernooien, waaronder, ik zal er eentje toelichten, Olympic Moves. Het is eigenlijk een scholentoernooi voor alle middelbare scholen in Nederland. En wat het leuke daarvan is, is dat je zelf kan bepalen waar je aan wilt deelnemen, bijvoorbeeld voetbal of volleybal. En je speelt een toernooi tegen andere leerlingen van andere middelbare scholen, waardoor de motivatie toch al bij de meeste leerlingen toeneemt en hartstikke leuk is om mee bezig te zijn. Ook zijn we bezig met sportiefste school. Hier hebben we 2 jaar geleden hebben we aan meegedaan, dus hebben we net niet geworden.
En dit jaar willen we daar weer aan meedoen. En ja, we hopen natuurlijk dat Vignet in handen te krijgen. Ja, mocht het zo zijn dat jij toevallig een topsporter bent, dan kan je ook bij ons op het Montessori College terecht. We hebben daar een speciale coördinator voor in het leven geroepen. En mocht je daar vragen over hebben, dan kan je dat sturen naar info@montessoricollege.nl. En dan zullen we contact met je opnemen. Op dat moment is het mogelijk om bijvoorbeeld, je krijgt een aangepast rooster waarin je dus in de ochtend kan trainen en in de middag naar school kan gaan. Nou, dat zijn allemaal hele specifieke dingen. Dus dat wordt ook echt persoonlijk met jou afgestemd en samen met je mentor, coach en de topsportcoördinator. Ook zijn er ontzettend veel sportkampen. Zo kan je in leerjaar 1 al op bergsportkamp en kan je in leerjaar 2 op de skireis mee of naar het surfkamp. Dus naast dat wij binnenschool ontzettend veel doen, doen wij ook ontzettend veel in de wereld. Maar nu komt er nog een filmpje en dat is heel erg gericht op sportspecialisatie leerjaar 1. Kijk maar eens mee. Super tof filmpje over sportspecialisatie. Wil jij je nou aanmelden voor het Montessori en voor sportspecialisatie? Dan kan je altijd inschrijven via het aanmeldformulier. Deze staat op de site. Kijk er vooral even naar en schrijf jezelf in. Ja, en hopelijk zien we jou op de Montessori Teststraat op vrijdag 5 en 6 februari. Dan gaan we nu naar de vraag. Ja, zeker. Nou, ik heb even een vraag aan de techniek. Dat is goed, moet je even meeluisteren. Dat is voor jou. Mensen vragen, want ze hebben dus heel veel dingen gezien die ze interessant vonden. En willen eigenlijk terugkijken. Hoe doen we dat? Dus je kunt hetzelfde linkje weer gebruiken. Precies, hetzelfde linkje als dat je hetgeen wat je gebruikt hebt om hierin te komen, kun je straks weer gebruiken, want het is opgenomen, dus dan kun je het nog een keer zien. Ja, en okay. Het specifieke filmpje is ook terug te vinden op het YouTube-kanaal van Montessori College. Ja. Ja, er was een vraag van een kind, zeg maar. Krijg je nou als je sportspecialisatie doet alleen maar extra lessen of gaan die in plaats van bepaalde lessen? Dat is een hele goede vraag. Ja. Je krijgt ook een antwoorden. Ja. Begin gelijk. Nee, je krijgt extra lessen. Dus naast dat je LO lessen hebt, krijg je extra lessen. En eentje daarvan is in je eigen tijd. Dus van 3 tot 4. En het andere moment is het derde uur ergens in de week. En dat is dan inderdaad niet in plaats van het gymuur. Ja, dus dat worden eigenlijk in totaal dan 4 uren in de week. Zo moet je het zien. Ja, misschien, want het was ook een vraag, want wij gebruiken dan dit soort woorden heel makkelijk. 3e uur, 6e uur. Ja. Maar wat moet iemand zich nou voorstellen daarbij? Wat is een 3e uur? Wat is een 6e uur? Hoe laat ongeveer? Welk stuk van de dag is dat? Het 3e uur is eigenlijk een keuzeuur die je kan kiezen. Dat is vaak van 2 tot 3 ongeveer, dus echt in de middag, beginmiddag. En het laatste uur, dat zijn eigenlijk uren die worden ingevuld als je dus extra keuzeuren hebt gericht op sportspecialisatie. Dus als je van sportspecialisatie hebt, dan krijg je het 6e uur, wordt dat ingevoerd eigenlijk voor die les. Ja, oké. Okay. Ik krijg een vraag over de teststraat, want die noemde jij even. Voor ons is dat ook weer gewoontjes. En dan krijg ik hier de opmerking, daar moet je 50 euro voor betalen. Nou, dat is echt niet aan de orde.
Het is ook helemaal niet een teststraat als een teststraat. Wil jij er iets over, of zal ik dat doen, of wil jij dat doen? Nee, ik zou het heel fijn vinden als jij de teststraat uitlegt. En dan zal ik vooral die 50 euro, want inderdaad dat heb je voorbij zien komen. Ja. En namelijk om deel te nemen aan sportspecialisatie. Niet de teststraat dan, we halen alles door elkaar. Nee. Precies, aan sportspecialisatie. Als je daaraan deelneemt, dan betaal je, nadat je definitief meedoet, betaal je eenmalig 50 euro. En op die manier kunnen we de buitenschoolse activiteiten, dus naar de klimhal, naar de atletiekbaan, dat soort activiteiten, dat betalen we daarvan. Oké, en Roel, ik denk voor jou een vraag, is sportspecialisatie mogelijk voor alle niveaus tot en met VWO Plus? Ja, zeker. Ja. Dus voor iedereen die het leuk vindt om te bewegen, van VMBO tot VWO, die kan zich aanmelden voor sportspecialisatie. Dus het maakt helemaal niet uit welk niveau je doet. Meld je aan en ja, dat kan. Oké, helder. Ik denk dat voor jou een vraag, Thomas. Ja, hoeveel uren sport heb je normaal gesproken? Dus als je geen sportspecialisatie zou volgen, regulier, hoeveel uur is dat dan? Duidelijk. Nou, als je op het VMBO zit, dan heb je 3 uur LO in de week. Dus 3 uur gym. En als je op VMBO, THAVO of HAVO VWO of VWO Plus zit, dan heb je 2 uur gym in de week. Dat is standaard. En daarnaast kan je nog kiezen om tijdens een keuzeuur extra te sporten. En daarnaast kan je nog kiezen voor sportspecialisatie. Dus je kan ontzettend veel sporten. Ja, helder. Nee, ik heb geen andere vragen meer. Ik weet niet of ik moet daar even komen denken. Techniek moet daar even mijn uitlegje doen voor de teststraat. Is goed? Fijn. Ik word op de teststraat. Was ik weer in mijn sportieve omgeving. Op 5 februari en 6 februari hebben wij hier de Montessori teststraat. Moet je voorstellen, dat gaat natuurlijk allemaal veilig volgens de COVID-maatregelen. Dat gaat vanuit de auto, net zoals dat je dat ook hebt in een drive-thru. En dan krijg je een impressie van de campus. Er worden om je heen dingen geregeld waardoor je vanuit de auto nogmaals kunt kijken wat onze school te bieden heeft. Dat is de opzet daarvan. Eind deze week komt er via de site een link. Daar kun je voor opgeven, want we moeten natuurlijk nogmaals conform de reglementen zorgen dat we weten hoeveel mensen er komen en dat er genoeg ruimte is. En wel zodat jullie wel optimaal kunnen genieten van hetgeen wat wij hebben bedacht. Dus 5 en 6 februari is de teststraat. Daarover meer op de site. En dit was denk ik nu wat we vandaag kunnen vertellen over zowel cultuur en sport. En het goede nieuws is, heb je iets gemist of ben je zo nieuwsgierig geworden? Dan kun je terugkijken door gewoon weer op de link te klikken. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Dankjewel.